Kijk en luister nu naar muziek. In de tamboer, de tweede sessie van Pluk en Play. Into the flow with you, so mommy don't let me know what you is for me, cause I can make a smile. And if something happens, it's alright. Lose the flow, but step, you wanna dance with me. On this floor, you be in a club, enjoy me. Super quick, get up, baby, do you like that? Everybody in the back, give me a ton of clap. Sing for all the niggas in the scene. Move your body, go right on me. I really like you, so be my girl. Now, girl, hey girl. Mommy, I'm a freak. Would you dance with me? Sessions hier in Kralingen in het wijkcentrum De Tamboer. Hoe ervaren jullie dit voor de tweede keer, Sabrina? Ja, het is altijd weer een nieuwe uitdaging. Altijd weer even afwachten hoeveel mensen erop afkomen. Maar het is een gezellige opkomst en de sfeer is hartstikke goed. Jason, hoe vind jij het voor de tweede keer? Ja, het is natuurlijk spannend omdat de eerste editie was gewoon gelijk goed. Meestal met zulke evenementen dan moet je toch opbouwen, bekendheid creëren. En beetje bij beetje wordt het dan drukker, maar de eerste keer was gewoon heel erg goed. Dus de lat is gelijk hoog gelegd. En we gaan er gewoon voor. En het staat er gewoon en het ziet er allemaal goed uit. De sfeer is goed, het is gezellig. De muzikanten hebben daar hun zin, de gasten. Dus dat is het belangrijkste.
Randy, hoe vind je de avond plug-and-play sessions? Ik bedoel, het is de tweede en je hebt al eerder gespeeld op de eerste session. Hoe vind je de tweede sessie? Ja, net zo leuk als de eerste. Het is hartstikke warm buiten en we hadden verwacht dat de opkomst eigenlijk niet zo lekker zou zijn, omdat iedereen natuurlijk buiten is, maar het heeft heel erg meegevallen. Ja. En dan heb ik daarnaast Kelvin staan, Kelvin Muus, moet ik zeggen, ja, met de trem op de U. Het is jouw eerste session hier op de plug-and-play session. Hoe heb jij dat ervaren? Je bent begeleid door de undercovers. Klopt. Ik heb de eerste sessie ook meegemaakt en ik ga kijken naar de undercovers. En ik was erg gecharmeerd van hoe het was geregeld en de bandjes. En het was een heel leuke avond. En omdat ik al vaker met de undercovers heb samengespeeld, werd ik ook gevraagd van ja, we gaan ook jammen, wil je meedoen? En ik zeg ja, tuurlijk, te gek. Dus toen heb ik weer gelukkig met ze mogen meespelen. Heel, ik vond het heel leuk, zeker. De volgende keer. Ik heb net een beetje aangekondigd dat, of ik heb net gevraagd aan het publiek van de undercovers mogen ze terugkomen. En ze hebben allemaal volmondig ja geschreeuwd. Wat vind je er zelf van? Ja, hartstikke leuk. Ik bedoel, we hopen dat het ook een beetje publiek is die we niet zelf mee hebben genomen. Dus dat is altijd wel leuk. En dat zit er volgens mij ook wel bij. Dus ik vind het allemaal best. Dus dat is wel leuk.